Vandaag bespreken wij commercials van Rituals. En naast mij zit Refka Bijl. Jij bent klant van Rituals. Of niet echt? Ik ben meer iemand die heel veel Rituals dingen cadeau krijgt. Oh ja. En heel af en toe ben ik ook per ongeluk klant. Dat is niet de reden dat we hier zitten. De directe aanleiding, moet ik zeggen, dat we hier zitten, is dat jij een reclame van Rituals zag in de bioscoop. Ja. Eén keer of meerdere keren? Ik heb me uiteindelijk meerdere keren gezien, maar de eerste keer was het heftigst. No matter where you come from. No matter where you live. No matter what you believe in. No matter who you love. No matter the color of your eyes. No matter the color of your skin. No matter our differences. We all have the same beating heart. Open your heart. Open your heart. Le bouchon fatou. Ftah kalbak. Open your heart. Ja, het is een hele rare reclame, toch? Ja. Mensen in de zaal moesten ook gewoon lachen om deze reclame. Mm. Omdat je heel lang moet wachten totdat je in de gaten hebt waar de reclame over gaat. En in die wachttijd denk je van, nou, zou het mensenrechten zijn? Mm. Zou het een soort reisorganisatie zijn die over de hele wereld gaat? Zou het gaan over echt fundamentele dingen? Maar het gaat dus eigenlijk over zeep. De reclame staat ook op YouTube. Hij heet Open Your Heart, The Ritual of Anahata. Ja. Nou, Anahata is de hartchakra, heb ik begrepen. Zullen we er stap voor stap doorheen lopen? Ja. Een ontzettend divers gezelschap kijkt ons indringend aan. No matter where you come from. No matter where you live. No matter what you believe in. Tot nu toe lijkt de boodschap van de reclame, en we weten natuurlijk ook al dat dat de boodschap zal zijn, we hebben hem al eens geheel bekeken, uiterlijke kenmerken, of in ieder geval kenmerken waar je zelf niks aan kunt doen, ja, die doen er niet toe. Ja. Dus dat lijkt een algemene anti-discriminatie boodschap, die we allemaal goed kennen en die ik ook onderschrijf. Maar nu zegt de man met tulband, het maakt niet uit waar je in gelooft. Ik zou zeggen, dat maakt wel uit. Ik bedoel, ik kan bijvoorbeeld geloven dat jij geen rechten hebt als vrouw. Mm-hmm. Ja, dat heeft echt wel invloed op hoe jij met mij omgaat en hoe jij mij ziet. En ook terecht, zou ik zeggen. Ja. Dat is niet dan Dus dan kan ik niet de hele dag door blijven denken, maar het maakt niet uit, joh. Want we hebben zelf kloppend hart. No matter who you love. Die twee boodschappen die zijn in strijd met elkaar. Hè? No matter what you believe in, no matter who you love. Mm-hmm. Waar mensen in geloven is vaak dat het echt wel uitmaakt van wie je houdt en van wie niet. Als we het hebben over religieus geloof helemaal. Ja. Dus inhoudelijk wordt het voor mij echt ook problematisch. Dan krijgen we deze meneer, dat is een Inuit. Die staat daar peentjes te zweten onder de studiolamp. Om ons te vertellen. No matter the color of your eyes. Opmerkelijk, want ik ken eigenlijk geen mensen die daar wel een punt van maken. Misschien hebben ze wel heel veel woorden voor kleurogen in hun taal, hè? No matter the color of your skin. No matter our differences. All have the same beating heart. Dat het een cliché is, zou ik nog aankunnen als het waar was. Maar harten verschillen natuurlijk ook. Jouw hart ziet er anders uit dan mijn hart. Harten kloppen op verschillende snelheden. Aan sommige harten mankeert iets, aan andere harten niet. Het is ook niet erg eigenlijk, hè? Dat we een ander hart hebben. Zelfs als maar het ging natuurlijk over het hartchakra. En dat is dan misschien wel hetzelfde. Want dat zei je aan het begin. Dat het woord anahata, dat daarvoor staat. Dus misschien is dat wel precies hetzelfde overal. Ja, die chakra, die verzonnen chakra, die is bij iedereen hetzelfde. Ja, oké. Okay. Ja, nee, ik vind het gewoon helemaal niet kloppen. Nou ja, deze man die moet ervan huilen. Dit is, denk ik, het multiculti hipster equivalent van het huilende zigeunerkind. Ja, dus nu hebben we het verdriet gehad. Nu komt de vreugde. Open your heart. Open your heart. Le bouchon fatou. Stah, kalbak. Open your heart. En dan krijgen we hashtag open your heart. Dat is zo'n cliché dat als je naar zoekt op Twitter, dan kom je niet eens bij Rituals uit. Dan krijg je gewoon allemaal mensen op Twitter die hashtag open your heart hebben gebruikt voor iets. En even over die boodschap open your heart. Of open your heart. Mm-hmm. Ik vind dat een lugubere boodschap. En ik dacht,
ik dacht aanvankelijk, hoe komt dat toch? Want ik hoor zo vaak dergelijke boodschappen. Zet je hart open voor iemand. En dan denk ik niet aan chirurgie. Nee. Maar hier wel. En ik denk dat ik weet hoe het komt. Omdat we de hele tijd een kloppend hart horen. Dus een fysiek kloppend hart. Het is een fysiek hart geworden door die hartslag. Ja. En ook door die opmerking. We hebben allemaal hetzelfde kloppende hart. Ja. En vervolgens wordt er gezegd, open dat hart. Open je hart. Ja. En dan zie ik echt een scalpel die mijn hart open maakt. Ik zie een beetje Indiana Jones in de Temple of Doom voor me. Ik heb geen fijne associaties bij die boodschap. Begrijpt die traan nu wel veel beter? Hij moet zijn hart gaan openen. Ja, dat is geen feest. Your body, dat je mijn hart. Ja, dit gaat om het allerintiemste. En het benadrukt dat het van jou is. Mm-hmm. Jouw lichaam, jouw ziel, jouw rituelen. Maar er is net gezegd, open het naar de hele wereld toe. Ja. Dus we gaan van omarm alles naar blijf bij jezelf. Ja. Dat is helemaal tegenstrijdig, lijkt mij. Zelfs als je dan bereid bent om er allemaal doorheen te kijken en daar een goede intentie achter te zien. Het is allemaal klungelig gedaan, maar wat ze natuurlijk bedoelen is, laten we één mensheid zijn. En daar ben ik het dan mee eens. Hè. Ik ben het ook echt mee eens. Nou, vooruit. Waar is dit dan reclame voor? Cosmetica. Dus dan laat ze je definitief vallen in de stront. Cosmetica. Ja. Want het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Nu weet ik nog steeds niet bijvoorbeeld wat er voor ingrediënten in zitten. Ja. Of wat de omstandigheden zijn waarin het gemaakt wordt. Of wat voor verpakkingen worden gebruikt. Zeg maar wat er allemaal voor fundamentele keuzes worden gemaakt met de producten. Ja. Ik weet nu heel veel over de marketingafdeling. Is er een manier om meer te weten te komen? Nu word ik een soort rambam, want ik weet het antwoord al. Mm-hmm. Maar is er nou een manier om meer te weten te komen over rituals? Nou, goed dat je dat vraagt. Die manier is er. Op het YouTube-kanaal van Rituals staat niet alleen deze video, maar staan veel meer video's. Nog meer dergelijke reclames en ook langere video's met meditatieoefeningen. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar één video die me daar opviel, en ik denk dat die nuttig is om ook nog even te bekijken, is een video van 3 minuten en die heet The Rituals Philosophy. Slow down with rituals. En daarin zit wat meer tekst en het leest echt als een gedicht. En geen goed gedicht. De eerste regel is: life is what happens when you're busy making plans. Dat is een vrij citaat van John Lennon's lyric. Zit in een liedje, Beautiful Boy. And while time ticks away, we chase the ultimate dream. Ja, als iemand zegt, wat is jouw ultieme droom? Dan zou je een heel groot antwoord verwachten. Maar dan komt de zin erna. Getting the most out of life, oké. Oké, ja. Balancing work, friends and family. Dus de ultieme droom is de balans vinden tussen werk, vrienden en familie. Mm. Misschien is dat super realistisch, maar het is ook wel een heel deprimerende omgang met het woord ultieme droom. Ja. Ja, de zin daarna is gek, want de volgende is leaving us often stressed and overwhelmed. Dan zijn vrienden en familie ook een soort werk. Je werk is werk en je vrienden en familie zijn dan een soort ander werk. Ja. En je bent alleen maar daar met die 3 dingen bezig en dan word je helemaal gestrest. When was the last time you stopped to really notice the world around you? Hier lijkt aanvankelijk de open your heart boodschap terug te keren. Mm-hmm. Ja, je ziet ook in het clipje een jonge vrouw stilstaan in een drukke straat met allemaal mensen. En zij staat stil om even kijken wat er om haar heen gebeurt. Ja. En ze doet niks, ze voelt, ze is mindful. Nou, mindful is een boeddhistisch concept. Mindfulness is echt iets anders dan even met vrienden een biertje gaan drinken. Dus je kunt zeggen, nou, je bent het een beetje met werk, familie en vrienden, maar toch raak je gestrest. Ja. Misschien mindfulness, misschien meditatie. Precies. Oké. Look at the world with new eyes. Moet je denken aan het hart. Ja, je denkt dat ze weer fysiek nieuwe ogen erin hebben. Ja, je moet even nieuwe ogen. Dus je bent gestopt met rennen, je bent aan stilstaan, je voelt ineens de wind op je huid. En je hebt nieuwe ogen erin en je ziet, wow, schoonheid is gewoon overal. En dit is weer niet, mindfulness draait niet om schoonheid zien in de wereld om je heen. Omdat dat weer een waardeoordeel geeft. Ja. En dat is juist het punt volgens mij van mindfulness, dat het allemaal goed is zoals het is, maar niet per se mooi of lelijk of uitstekend of verschrikkelijk. Ja. Het is er gewoon. Het zijn gewoon fenomenen in jouw bewustzijn. Ja. Dat is volgens mij mindfulness. Precies, en je hoeft daar niet een mening over te hebben. Terwijl hier heel duidelijk is van, nee, het is allemaal mooi. Het is allemaal mooi. Dit vind ik dus meer taoïstisch klinken dan boeddhistisch. Dus alles is één, pantheïstisch. Alles is één mooie natuur. Hmm. En je moet leven in harmonie met die natuur die onduidbaar is. En die eenheid is de Tao. Nu komt echt een ongelofelijke zin waar we, wat mij betreft, eindeloos over kunnen praten.
Engels staat er dus: making time to relax and unwind allows you to really appreciate the true value and importance of turning everyday routines into moments of meaning. Dus doordat je ontspant en loskomt, dat je daar tijd voor maakt, ga je inzien wat de echte waarde is en het belang van het veranderen van die routines in momenten van betekenis. En dan ga je dat vervolgens ook doen, denk ik dan. Je zet elke dag thee, maar op het moment dat jij ontzettend aan het waarderen bent, dat je die thee aan het maken bent, wordt het een waardevol ritueel in je leven. Ja. En dan hou je kopje met twee handen vast. Ja. Vanaf dat punt. Want ja. Eén hand is haast. Snel even thee drinken. Dat is haast. Ja. Twee, een momentje voor jezelf. Goed opletten. Zou dat ook in die video zitten, was in die meditatie? Ja, waarschijnlijk. We pakken u dan onze thee in ons rituals kopje. Ja. En dan twee handen. En die kopjes hebben ook geen oor dan natuurlijk. Nee, die hebben geen oor. Nee. Dus die moet je met twee handen vastpakken bijna. Ja. Terwijl de thee die je krijgt in de winkel zit in hele kleine kartonnen bekertjes. Mm. Die zijn echt perfect voor het haastige leven op een station. En wat ze eigenlijk doen, ze mengen gewoontes en rituelen tot één ding. Ja. Je hebt de gewoonte dat je douchegel gebruikt, maar met hun zeep wordt het een ritueel. Ja, precies. En een ritueel heeft betekenis. En, ja, een ritueel heeft betekenis, maar het is een heel makkelijk allegaartje geworden op deze manier. Ja. Waardoor eigenlijk het woord ritueel ontdaan is van de betekenis. Ja, ja, want inderdaad, rituelen hebben betekenis. Een afgesproken betekenis, dodenherdenking bijvoorbeeld, heeft een duidelijke betekenis en het is een ritueel. Maar het is, die betekenis is expliciet. Dus het is niet gewoon een zweem van betekenis, zoals de body mist die je spreekt. Het is een hele duidelijke, concrete betekenis. We herdenken nu de slachtoffers van die in die oorlog. Ja. Of oorlogsslachtoffers in het algemeen. Dus je kunt zeggen, iets heeft schoonheid, oké. Okay. Mm-hmm. Dan kun je niet zeggen iets heeft betekenis en dan niet zeggen wat die betekenis is. Dan heeft het geen betekenis. Nog over jou. Wij vinden onze inspiratie in Azië. Want daar is iedereen zo ontspannen. Ja, precies. We nemen antieke tradities en gebruiken aan. En omarmen hun eeuwenoude wijsheid. Ja. En we vertalen deze voor het moderne leven. Nu gaan ze verschillende rituelen benoemen die zij aanbieden. Die zij dus uit het oosten hebben vertaald. Naar wat wij nodig naar het moderne hebben. Westerse leven. Ja. Dan beginnen ze met de Ritual of Tao. Dat is een verwijzing weer naar het Taoïsme. Nu een expliciete verwijzing. Ik zag al een impliciete in dat schoonheid om je heen. Yeah. Taoïsme, dat is ook waar het yin en yang concept vandaan komt. Dus je hebt tegengestelde krachten, licht en donker. En die zijn in alles aanwezig en die moeten in balans zijn. En die twee krachten samen zijn dus het geheel ook. Dus dat, die Tao weer, die onbeschrijfelijk is. Behalve dat we dus wel kunnen zeggen dat die uit twee krachten bestaat. Dat Taoïsme, dat heeft invloed op wat mensen in China op hun huid smeren en eten en zo. Je hebt namelijk de traditionele Chinese geneeskunde. Ja. Dat is de geneeskunde die ervoor zorgt dat de neushoorn nu uitsterft. Omdat ze die horens malen en dan geven tegen koorts. En ook acupunctuur heeft daarmee te maken. Allemaal manieren om yin en yang in jouw lichaam in balans te brengen. Ja. Waar wel een en ander over te vinden is op de website van de Vereniging tegen Kwakzalverij. En wat doet Rituals? Die heeft dus ook een Dao ritueel. En dat staat op hun site. Stap 1 is een lichaamscrub. Stap 2 is een badschuim. Stap 3 is bodycrème. En stap 4 is de body mist. En eigenlijk elk ritueel dat zij aanbieden, concreet ritueel, is dat. Die het zijn gewoon die potten. Je kan ook van die dozen kopen. Het ziet er heel mooi uit van die geschenksets. En dan geef je het ritueel van, nou dit is dan Dao, maar het is allerlei. Dat geef je cadeau. Eigenlijk moeten ze dat hele China gewoon niet noemen. Want het is onzin. Het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nee, ze kunnen gewoon zeggen, want deze lijn ruikt lekker naar dit en dit. Ja, het heeft niks te maken met Taoïsme, zou ik zeggen. Dit ritueel dat zij aanbieden. Nee. Alleen als je naar de ingrediënten gaat, dan staat er witte lotus en yi yi ren. Dat zijn ook de enige twee ingrediënten die ze noemen, alsof het daaruit bestaat. Ja, want we hebben dus hier een busje staan. Daar staan de ingrediënten ook op. Ja. Oh ja. En het is gemaakt voor. Dat zijn hele kleine lettertjes. Ja, daarom heb je nieuwe ogen nodig. Dat hebben ze al uitgelegd. Nou ja, de Ritual of Sakura. Daarmee verwijzen ze naar het ritueel dat Hanami heet in Japan. Want Sakura betekent gewoon kersenbloesem. Oh ja. Maar het ritueel is Hanami en dat is het kijken naar die bloesem. En dat is eigenlijk gewoon op een kleedje zitten, onder zo'n boom, en ernaar kijken. En genieten van die bloemen. En wat wel grappig is, er zijn mensen in Japan die zich erover beklagen dat het zoveel mensen nu niet meer lijkt te gaan om het aanschouwen van die bloemen, maar om het lekkere eten onder de boom, de picknick eronder.
Nou, die mensen moeten eens gaan kijken wat Rituals heeft gedaan met Hanami. Want Rituals voegt gewoon kersenbloesemgeur toe aan cosmetica. Naar mijn idee gaat dus de essentie verloren. Ja, de geur van kersenbloesem. Ik denk niet dat dat de essentie is inderdaad. Volgens mij is de essentie het samen zijn en het kijken naar die de schoonheid van de natuur en de vergankelijkheid. Dat natuurlijk ook al een soort van melancholie in zich meedraagt. En wat hier dan bij in de buurt zou komen is dat je een beetje verdrietig wordt dat het alweer bijna op is of zo. Ik heb wel veel gebruikt, nu is het bijna klaar. Maar je weet dat je weer nieuw kan kopen. Ja. Oké, dan wil ik wel door naar The Ritual of Hammam. Mm-hmm. De hammam is een soort islamitische versie van het oude Romeinse badhuis. Een verschil met het Romeinse badhuis is dat de nadruk meer ligt op reinigen. Mm-hmm. Terwijl de Romeinen meer aan het ontspannen waren. Ja. Die waren eigenlijk meer rituals aan het doen. Precies, maar de nadruk bij de hammam ligt op reinigen voor het gebed. Oh, ja. Dat je schoon bent voordat je de Koran aan gaat raken en gaat bidden. Maar de connectie met badhuizen vind ik wel logischer. Ja, zeker. Dan de connectie met de Tao en met Hanami. In de hammam gebruiken ze ook modder en mooie pakkingen. Ja, en scrub. Zeep en scrub. En, dat is een ritueel. Het is ook een ritueel te noemen, snap ik. Ja. Dat hoort er. Dus eigenlijk is dit niet een... Dit is geen beroerde connectie die hier gemaakt is. Dus misschien kunnen we deze goedkeuren. Ja, alleen meteen komt er een ander probleem bij. Ja. Want ze hebben net meaning gezegd, dat ze ook meaning willen creëren. Ja. Maar als je de meaning van de hammam wilt overbrengen, dan moet je mensen dus bekeren tot het islamitische geloof. Er staat ook purifying, hè? Purifying, dat doet me helemaal denken aan dus dat religieuze reinigen. Maar ze zeggen hier niet, bij de hammam is de bedoeling dat je je reinigt. Nee. Zodat je schoon bent als je Allah tegemoet treedt. Dat zie ik echt niet voorbij komen in die... Dat zouden ze nooit doen. Nee. Laten ze hier echt achterwege, ik denk bewust. Ja. Omdat we daar minder voor openstaan dan voor de Tao. Ja. En voor de Sakura. En dan komt de Ritual of Ayurveda. Dat is ook primitieve geneeskunde, Ayurveda, waarin geloofd wordt dat... Jij noemt veel die dingen, heb je gelijk primitief en kwakzalverij. Ik ben biased. Je bent biased. Ik ga gewoon elke 3 maanden naar een acupuncturist. Echt? There, I said it. Vanuit de Ayurveda wordt er uitgegaan dat elk mens bepaalde... Dan noemen ze dosha's. Ja, precies. Ja, drie dosha's. Je hebt combinaties ook. Okay. Hè? Dus dat er één lijn zou zijn die voor iedereen geschikt is... Dat strookt dan niet met het idee van Ayurveda. Maar dat hebben ze niet gedaan, want je hebt een persoonlijkheidstest... op de website van Rituals, waar je kunt bepalen welke dosha jouw dosha is. En dan krijg je een aangepast product. Je krijgt een aangepast stempje erop. Oh, dat is dan heel wat jij moet gebruiken. Slim. Slim zou ik nog wel durven noemen. Ja. Eerlijk. De Abhyanga. Vata. Ontspant en verkwikt lichaam en ziel. Gelukkig en gezond, zie je? Ja, en hier zeggen ze dat je hier ook jonger van wordt. Je verjongt het lichaam. Het gaat de kant op van alternatieve geneeswijzen hier. Terwijl ze echt alleen maar zeepjes verkopen. Ja. Dat vind ik wel kwalijk. Ja, en thee. Ze verkopen ook thee. Oh ja, en thee. Ja, precies. Dat is ook wel iets wat je inneemt. Er is in die vertaalslag heel weinig overgebleven van de oorspronkelijke inspiratiebron. Vertalen klinkt ook alsof je... heel dicht bij de oorspronkelijke tekst blijft zitten. Ja. Het is meer een soort associatie. Ze verkopen een associatie. Ja. Met een cultuur. Met een ritueel. Of een filosofie. Of een witte lotus. Taal. Ja. Klopt wel. Ja, en niet erkennend ook dat die verschillende filosofieën... die weliswaar allemaal uit Azië komen... Maar Azië is ook geen land. Nee, precies. Ja. Nee, allemaal verschillende levensfilosofieën... die niet naadloos op elkaar aansluiten. Die elkaar zelfs tegenspreken. Ja. Dus het is niet allemaal één harmonieus geheel. En zo presenteren we het wel. Het vertaalt het precies naar het Westen zoals wij het meest negatief kunnen uitleggen. Ja. Dus haastig, onzorgvuldig, consumentistisch eigenlijk. Ja. Die vertaling is echt heel goed gemaakt. Ik sta er een beetje dubbel tegenover. Want ik denk, ik bedoel, aan acupunctuur zijn echt risico's verbonden. Het kan echt verkeerd gaan. En ik denk niet dat de risico's verbonden zijn aan die massage met die voedende Vata Natural Dry Oil. In die zin ben ik blij met de vertaalslag naar het moderne leven. Nu komt denk ik de meest eerlijke zin uit de hele tekst. It is our mission to make you feel good. Ik denk dat daar alles op draait. En daar geld aan verdienen natuurlijk. Kijk, in het echte leven kan ik vertellen, dan denk je... Oh, ik ga nu de deur uit, dan pak je je parfummetje en doe iets en dan ren je weg. Want time's ticking away. Mm. Dat is allemaal helemaal waar. Mm-hmm. Maar als je een ritueel van maakt, dan sluit je dus je ogen terwijl je parfum opspuit. En dan strik je je hals ook heel erg. En dan doe je ook je parfumfles op een grotere afstand dan normaal. Mm.
En dan krijgt het meer betekenis. Celebrate the little things. Daar zit zeker wat in, maar daarvoor hoef je echt niet naar het Verre Oosten voor die wijsheid. Het spreekwoord, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Mm-hmm. Dat is zo oud als Methusalem. Dan heb je nog het liedje van Saskia en Serge, de kleine dingen die je doet. Ken je dat liedje of niet? Nee. Moet ik het even opzetten? Nee, dank je. Het zijn de kleine dingen die je doen, die je doen. Het zijn de kleine dingen die je doen. In ieder geval, dat is, vind ik, super Hollands. De Hollandse bescheidenheid van geniet nou maar gewoon van dit kleine dingetje. En als je daarvan hebt leren genieten, dan krijg je misschien wel iets groters. Maar ik denk dat het ook heel goed past bij het merk. Want eigenlijk, het is wel een soort van luxe, maar ook weer niet zo luxe. Nee. Het is een soort Nivea Plus. Het is ook gemaakt voor Calvinisten die even uit de band springen. Ja, terwijl de oprichter heeft gezegd dat hij wil concurreren met Chanel en Dior. Precies, dat is zijn ultimate dream. Maar ik denk in praktijk concurreert hij met merken in de gewone drogisterij. Ik vind wel dat hij wat betreft commercials goed bezig is. Want er is een beruchte commercial van Chanel met Brad Pitt. Ja. Die echt wel een beetje hierop lijkt. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Het doet mij weer zie jij die overeenkomst? Ja, maar nu moet ik denken aan de reclame met Johnny Depp. Van ook wel een parfumetje. What am I looking for? Something I can't see. Zou het iets van de cosmetica-industrie zijn? Ja, zeg, we verkopen toch wel lucht? Ze verkopen eigenlijk dromen in potjes. Dus dat je daar een hele mythe omheen creëert, wordt steeds logischer. Ja, en wat Rituals dan uniek maakt, is dat ze daarvoor grijpen naar het Verre Oosten. Er is ook een video waarin de oprichter van Rituals, Raymond Kloosterman, uitlegt hoe Rituals ontstaan is. Ah, ja. Rituals is ontstaan eind jaren 90, toen ik werkte binnen Unilever en gevraagd werd om op zoek te gaan naar nieuwe ideeën op het gebied van merkdenken. Nou, dit bevestigt onze vermoedens meteen, zou ik zeggen. Hij werkte bij Unilever en hem werd gevraagd om onderzoek te doen naar merkdenken. Dus het was niet van, hey Raymond, kun jij gaan nadenken over een mooie kwaliteitslijn van verzorgingsproducten? Ja. Of Raymond, kan je nadenken over hoe mensen zich nog beter kunnen gaan voelen in hun leven? Ja. Of wat zijn nou eigenlijk de problemen die de meeste mensen hebben in hun dagelijks leven? En wat voor rol kunnen wij daarin betekenen? Ja. Dat waren niet de vragen. Nee, en ook niet, al helemaal niet, verdiep je eens in Oosterse filosofie. In die zin ben ik gaan winkelen in de grote steden. New York, Londen en Parijs, naar de trendgoeroes geweest. De enige goeroes die hij bezocht heeft, waren de trendgoeroes in New York, Londen en Parijs. Naar de research centers, allerlei mooie plekken. En van daaruit helemaal hyper teruggekeerd. En besloten om ontslag te nemen en met Rituals te starten. Zo denk je dat hij helemaal verlicht en relaxed en mindful terugkeerde. Maar hij is hyper teruggekeerd. Ja, want hij was dus niet in Azië. En toen hebben ze baan opgezegd. Om Rituals te beginnen. Ik denk niet dat Unilever dat had bedacht. Alles rond die passie om mensen weer te leren genieten van de kleine dingen in het leven. Nee, het ging om merkdenken. Dus je hebt bedacht dat het handig is om een merk te ontwikkelen dat die passie heeft. Ja. Dat is de werkelijkheid. En voor inspiratie zijn wij naar oude Oosterse culturen gaan kijken. Omdat er in Oosterse culturen meer respect is voor het verleden. Voor oude gebruiken en rituelen. We hebben geen rituelen meer. Hoe gaan we dat oplossen? Onze eigen rituelen van vroeger terug? Er zijn ook mensen die dat willen. Ja. Nee, dat ook weer niet. Rituelen uit het oosten? Nee, niet echt die rituelen uit het oosten, ook weer niet. Maar misschien een shampoo die ernaar verwijst. Precies, want we hebben ook niet tijd voor nieuwe rituelen. Ik bedoel, dat is er gewoon niet. Nee. Maar douchen moet je toch. Mensen die vinden dat Nederland weer moet worden zoals het vroeger was, en die romantisch doen over de VOC, die hangen aan tradities van vroeger. Maar alleen wij willen daar juist hiermee afrekenen. Mm-hmm. Ik denk, eerlijk gezegd, omdat we een beter beeld hebben van hoe ze echt waren, dan we hebben van de tradities en culturen en rituelen van ver. Ja. Dus dan moet je voorstellen dat er in Japan een rituals wordt opgezet en dat ze dan inspiratie halen uit Nederland. De geur van vers gebakken hosties geeft je echt het gevoel dat je het lichaam van Christus consumeert. Rituals is het eerste merk in de wereld dat home en bodycare combineert vanuit het inzicht dat in de hoofden van mensen die wereld van je eigen ik en je huis heel dicht bij elkaar ligt. Het zijn eigenlijk de laatste twee plekjes waar je een muurtje omheen kan bouwen om je te beschermen tegen alle druk van buitenaf. Hij moet ook lachen terwijl hij iets zegt, zie je dat? Ja, ja. I know I'm bullshitting, but have you seen my bank account? Hij zegt, dat zijn plekjes waar je een muur omheen wil bouwen om jezelf te beschermen tegen de druk van buitenaf. Ja, precies, tegen de buitenwereld.
Ja, terwijl die reclames die we net gezien hebben helemaal draaiden om de buitenwereld naar binnen te halen. Ja, en ook het heel bewust meemaken van de buitenwereld juist. Dus ja. Op het moment dat je stil gaat staan en echt gaat kijken en echt mindful bent, dan ben je helemaal niet afgesloten van... Nee, sterker nog, je ik valt weg bij mindfulness. Je bent aan, maar... Het is heel erg anti-mindfulness wat hij hier zegt. Maar je ziet er wel tevreden uit. Dus misschien trekt hij het leven wel zonder mindfulness. Mm. Je omarmt iets van ver, zogenaamd, maar niet eens echt. Ik heb alleen maar de suggestie ervan. Omarm je. Dat is je hart openen, denk ik dan. Hè? Je opent je daar naartoe. Maar uiteindelijk gaat het om juist jezelf afsluiten voor de buitenwereld. Met die associatie van ver. Van het verre. Ja. En uiteindelijk denk ik... Wat slim dat ze zoveel onzin bij elkaar hebben weten te pakken. Hmm. En zo'n mooi gestileerd patchwork. Wereldje van hebben weten te maken. In semi-luxe verpakkingen. En dat je dus als consument ook helemaal niet in de verleiding komt om na te denken over de herkomst van de producten. Of de omstandigheden waarin ze gemaakt zijn. Ja, moeten we even over hebben, denk ik. Of de ingrediënten die erin zitten. Ja, er is een artikel in de Volkskrant verschenen begin dit jaar. Rituals Cares claimen ze, maar hoe duurzaam zijn die zelfies eigenlijk? Ze komen er vooral achter dat Rituals geen informatie geeft over hoe duurzaam ze zijn. Dit is een vorm van betekenis die ze ook toe zouden kunnen voegen, hè? Echte betekenis. Ja, want als die wereld zo mooi en belangrijk is, dan zou het wel zin hebben om daar ook in te investeren. Of om daar in elk geval voorzichtig mee om te gaan. Ja. Ja, en dat ze er niks over zeggen, dat maakt dat wij ook niet kunnen zeggen, het deugt niet. Maar het is wel raar om niks te zeggen als het wel deugt. Ja, hebben zijn eigen hart wel geopend voor... Nou, ik denk dat ze vooral hun bankrekening hebben geopend en dat het ook heel goed gaat. Our campaign, our products, our money. Je zou kunnen zeggen dat ze voor de hoofdprijs gaan qua niet ingeloste beloftes. Mm-hmm. En ze worden daar niet op afgerekend. Nee. Ze gaan verder dan heel veel andere bedrijven durven te gaan. En het loont. Mm-hmm. Dat vind ik er griezelig aan, denk ik. Ja. Dus het probleem is veel groter dan een groep slimme marketeers en een man die naar New York gaat om Aziatische rituelen te introduceren in Nederland. Ik bedoel, dat is super ziek en gestoord. Ja. Maar dat er zoveel mensen zijn die het graag kopen en cadeau doen, aan mij bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik zie mijn moeder ook wel naar rituals gaan, bijvoorbeeld. Ja. En andere familieleden van mij. En hoogopgeleide mensen die van zichzelf vinden dat zij door reclames heen prikken. Ja, en door buitenkantjes heen prikken. En die plastic scheiden. En glas en papier. Ja. Die het gevoel hebben dat ze echt wel iets geven om de planeet. Als je dat gevoel eenmaal kunt creëren, waarom zou je dan nog proberen echt iets hoogs te bereiken uiteindelijk? Nou ja, precies. Dat hoeft ook helemaal niet mee. Sterk nog, je hoeft die plastic potjes niet eens in een plastic container te gooien. Want niemand gaat er naar vragen. Jij houdt gewoon je kopje thee vast met twee handen. In het moment daar in je huis. Ja. En je erkent de waarde daarvan. Dat is genoeg.